Wij zijn als Zoeterwoude-Zoeterwoude-Zoemgemeente, bij vriendelijke gemeente. Daar hebben we ook een bord voor gekregen. Dat gaan we ophangen ergens in het dorp aan de Onderdijkseweg. Dat gaan we nu onthullen. En ik ben blij dat ik deze dame en deze heer heb kunnen vragen om, om mij te helpen daarbij. Zullen we nu eerst eens gaan kijken wat er onder deze doek zit? Als jij aan deze kant gaat staan. Ja, en jij aan die kant. Zoeterwoude Zoemt is natuurlijk een onderdeel van Nederland Zoemt. Allemaal bijvriendelijke gemeenten om en de openbare ruimte, het openbare groen bijvriendelijk in te richten. Maar waar we het net ook al over hadden, juist ook om het als burgers, als bedrijven samen te doen. We hebben in Zoeterwoude hebben we daar een aantal plaatsen voor. Onder andere op het bedrijventerrein Grote Polder. En daar is ook een bijvriendelijke rotonde. En daar is hier een foto van die ik ook weer met jullie wil gaan onthullen. Dus, kan je helpen? Als je die doet, dan hou ik hem los. En daar hangt dus het schildje van het bijenlandschap op. Even kijken van datgene wat we in Zoeterwoude op dit moment aan het doen zijn. In ieder geval in de openbare ruimte. Er zijn er nu 7 bijenhotels waarvan jullie er daar 1 zien staan. En dan is er hier. Ja, dus daar staan er 7 van op dit moment in heel Zoeterwoude. Je hebt er op school ook al een gezien. Geweldig. Ja, leuk hè. Ja. En heb je er ook al bijen in gezien? Of dat nog niet? Ja, welke school is dat? Welke school is dat? De Bernardus. Ja, daar staat, kijk, hier staat. Even kijken. Hier staat hij, hè? Ja, dat hier, kijk, want dit is de Rijndijk. Staat hij daar? Ja. Staan op een aantal plekken staan er dus bijenhotels. Maar we hebben ook al een aantal jaren bijvriendelijke bermen die op de kaarten ingetekend zijn. Maar ook wat ik net al even noemde. Het bedrijventerrein Grote Polder, wat biodivers ingericht is. Onze boeren die druk bezig zijn met allerlei akkerrandjes biodivers in te richten. En uiteraard hopen we dat ook de inwoners van Zoeterwoude zoveel mogelijk meedoen. Om in ieder geval een bijdrage te leveren aan dat de bij nog een goed toeven en een goed voortbestaan heeft in onze gemeente. Wat mij betreft gaan we nu aan de slag met waar we het net over gehad hebben. Over van, hey, hoe kun je nu bijen tellen en bijen herkennen. En volgens mij ben jij daar weer voor in de lead, Gerard. Dat ben ik voor je gehuurd. Zo aan de slag. Maar we hebben materiaaltjes nodig. De loepjes. De loepjes om die uit te delen aan de... Komen de kinderen ook? Iedereen heeft in de buurt? Kan iedereen even in de buurt komen? Want over loepjes valt ook wel te vertellen. Op de eerste plaats, je hebt ze in alle soorten maat. Ik heb toevallig deze bij me, vind ik zelf heel lekker. Maar deksels verlies je nogal eens makkelijk. Dus let daarop. Nou, en dan, als je nou een beestje hebt waarvan je denkt die kan niet vliegen, of die kan niet goed vliegen, hou hem eronder. Of opzij. Vaak werk ik ook nog met een kwastje erbij. Soms kan het ook met een lepeltje om het beestje in het potje te krijgen. Een spin laat zich bijna altijd vallen, dus dan doe je hou hem eronder. Heb je nou een beestje zoals u dat goed kan vliegen, dan hou je hem op zijn kop. Okay. Waarom hou je hem op zijn kop? Ligt hem omhoog. Die beesten die willen altijd omhoog vliegen. Zullen we dan zo lopen? Dan lopen we zo naar achteren. Dan gaan we neer tegen de... Ja, tuurlijk. Ja, maar er is een hele... je hebt soorten die echt 1 plant of 2 planten nemen. Naar mij doen zandbijen. Ik zit op allerlei struiken. Van alles wat bloeit. In die is niet tijd. Zo secuur. Die vindt... dat was alleen met oranje, maar je hebt ze dus ook wat ik net aangaf zonder oranje. Nog klein dingetje. Dan leeft hij wel het meeste. Ja hoor, twee kans.
Wat we hier hebben. Hadden jullie al bedacht welke het was? Ik verraad dat het een koningin is. Hoe weet ik dat? Nou, bij deze soort is deze zo groot. De werksters van deze soort zijn veel kleiner. Weet je nog welke het was? Hij staat op alle kaarten. Al mijn buurjongen is op zoek naar een koningin. Een vorstje. Ja. Wie zei het? Akkerrommel. En daarvan vertelde ik dat je een lichte variant hebt en deze is een donkere variant, want die heeft veel zwart op zijn achterlijf. En daarom is deze wat moeilijker, omdat hij niet die mooie gele en witte strepen heeft. Dus maar nu mijn buurjongen die wil bijen gaan houden. Ja, maar dat is een ander verhaal. Dat is een ander verhaal, want toen zei de moeder, ja, we zijn nu op zoek naar een koningin. Toen dacht ik, nou, heb ik een koningin. Ja, dat is wel. Oh, je had een vrij, dat is makkelijk.